programma. Nogal wat mensen geloven in reïncarnatie of wedergeboorte. Ze geloven dat ze in het verleden al eens hebben geleefd, één leven of meerdere levens en nu opnieuw geboren zijn. Wij vroegen u bij het begin van het programma om via het televotingsysteem te antwoorden op volgende vraag. Gelooft u in reïncarnatie, ja of nee? U kon bellen naar dit nummer 070-34-4443 en u kan daar nog altijd naar bellen. En dit is het voorlopige resultaat. Even kijken naar de uitslag. 5000 mensen iets meer hebben gestemd al en 49%, bijna de helft, gelooft in reïncarnatie en bijna de helft gelooft niet in reïncarnatie. Ja, meneer Hermans, bent u het daar al direct mee eens? Is dat volgens u een gewone, normale verdeling? Nee, dat vond ik niet, helemaal niet. Er zijn recente opiniepeilingen geweest in de westerse landen die eigenlijk maar op een 25% aanhangers van reïncarnatie. Ja, dus u bent eigenlijk opgetogen? Ik bedoel, u vindt dit, opgetogen, u staat verbaasd over dit resultaat? Ik sta wel een beetje verbaasd over het resultaat, ja. Goed, we gaan zien, misschien na dit gesprek het nog hoger wordt, dat zal er een beetje van afhangen of u erin slaagt mensen te overtuigen. Wat u doet is regressieonderzoek, mensen terugbrengen naar het verleden, hè? Ja, inderdaad. Dat kan de jeugd zijn? Dat kan in het huidige leven zijn, teruggaan in de herinneringen. En dat gaat bijvoorbeeld voor sommige mensen zo ver dat ze zichzelf bijvoorbeeld als baby terugzien. En dan kunnen ze exact het bloemetjesbehang beschrijven. Of zelfs nog verder, bijvoorbeeld de das, de kleur van de das van de gynaecoloog die hen deed geboren worden, bijvoorbeeld. Ja. Dat gebeurt. Bent u er zeker van dat het geen foto is die ze ooit gezien hebben, waar die das dan ook te zien was? Tja, men kan nooit echt daar zekerheid om hebben natuurlijk. Hè. Maar er zijn toch wel een aantal details die zo trefzeker zijn dat ik toch wel ergens telkens in verbazing val wanneer die mensen zoiets vertellen. Ja, hoe helpt u die mensen daarbij? Is dat door hypnose? Wat... Ik gebruik een techniek die een klein beetje eigenlijk op hypnose gebaseerd is, maar laat ik eigenlijk... Het meer een soort van relaxatie noemen. Dus een relaxatiemethode, maar ik steek er mijn hand niet voor in het vuur dat de mensen eigenlijk, wat dat betreft, zichzelf in een soort van hypnotische transe brengen. Want men geraakt bijvoorbeeld al gehypnotiseerd wanneer men naar een tv-programma kijkt, bijvoorbeeld bij wijze van spreken. Dat gebeurt, ja. Ja. Misschien nu al. Niet iedereen is daarvoor ontvankelijk, hè, voor zo'n technieken? Wat betreft die jeugdige herinneringen van de prille leeftijd, dat is ongeveer 40% van de mensen waar dat wel bij lukt. Ja. Vorige levens, en dat is wel zeer eigenaardig, of hetgeen wij misschien vorige levens noemen, dat lukt bij 90% van de mensen. En daar komt het eigenlijk zo danig op neer dat bij 90% van de mensen zij zichzelf terugzien op een andere plaats, in een andere tijd en in een ander lichaam. Nu heeft u het over reïncarnatie, dus dat mensen nu, die nu leven, vroeger iemand anders geweest zijn. Ja, dat is een mogelijke conclusie daaruit. Hè. Dus ik zeg alleen maar dat die mensen zich in een ander lichaam voelen en die krijgen daar herinneringen van door. En het eigenaardige is, het lukt ook bij mensen die niet in reïncarnatie geloven. Ja. Dus die kunnen daar ook impressies van krijgen. Zijn dat soms erg emotionele toestanden? Dat zijn zeer emotionele toestanden, vooral wanneer we erbij ergens ook de doodsoorzaak van een vorig leven betrekken. Wanneer we dus iemand dat leven laten beleven, we houden het eigenlijk nog in het midden of het echte vorig leven is. Het kan een fantasieontwikkeling zijn, maar op het moment dat die persoon bijvoorbeeld een traumatische dood sterft, in het vorige leven? In dat zogezegde vorige leven maakt die van alles mee. Dat gaat met allerlei emotionele toestanden. Ja. Heeft u het al meegemaakt dat mensen die u zeg maar onderzoekt, elkaar gekend hebben in hun vorig leven? Of dat maken we regelmatig mee. Ik doe daar zelf experimenten mee, want het is eigenlijk heel gemakkelijk om te kunnen zeggen, zijn dat vorige levens of niet? We moeten dat historisch kunnen onderzoeken. Maar een experiment dat ik regelmatig doe, is bijvoorbeeld met een echtpaar. Twee mensen die ontvankelijk zijn voor de techniek. Ik breng bijvoorbeeld eerst de vrouw in die relaxatietoestand en zij concentreert zich op haar echtgenoot. De man is daar niet bij, die komt later. Zij vertelt een zogezegd vorig leven, een leven waarin zij duidelijk haar man herkent in een of andere situatie. Het hoeft niet echt toen haar man geweest te zijn, dat kan haar vader zijn geweest, dat kan haar kind zijn geweest of haar broer of een vriend, weet ik maar veel. Een zekere relatie. Maar zij herkent achteraf onmiddellijk van, ik herken het, dat is zeker mijn man. Ja. Achteraf komt die man bij mij, die vrouw verdwijnt van het toneel eigenlijk, en ik probeer die man terug te brengen naar dat soort leven. En in bepaalde gevallen lukt dat. Begint dus die man eigenlijk een leven te vertellen dat tot in de kleinste details eigenlijk lijkt op dat leven dat door die vrouw is verteld, maar dan vanuit het andere... Ja, u heeft zo'n voorbeeld van een baron. Ja, ik heb een voorbeeld gehad bijvoorbeeld van een vrouw, en die herkende zichzelf als vrouw van een baron. Een vrij autocratische baron eigenlijk, die het om het zeggen had in dat kleine kasteeltje, eenvoudige landadel, ergens in Frankrijk.
Er is een heel levensverhaal aan vast. Die baron die zorgt ervoor dat zijn vrouw in een klooster terechtkomt, omdat hij nog wel wat andere dingetjes te doen heeft, met andere vrouwen bijvoorbeeld. En een aantal details ook qua plaatsnamen, qua datums enzovoort. Die man weet van niks van dat verhaal. Maar de vrouw herkent hem heel duidelijk van, ik weet zeker dat het nu mijn huidige man is, mijn echtgenoot. Ja. Achteraf komt die man bij mij, die weet van niks, en ik laat hem zich concentreren op, kijk, stel u eens voor, je bent een belangrijk iemand van adel. En dan plotseling begint hij te vertellen van, oh, ja, ik ben chic, ja, ik woon op een kasteeltje. En dan begint hij over zijn vrouw te vertellen, ma femme, ce n'est pas important, ik heb die maar in een klooster gestoken, enzovoort. Hetzelfde verhaal dus ja. Vanuit het andere klokje. Maar je bent er zeker van dat ze dat niet afgesproken hebben, vooraf om u in de luren te leggen bijvoorbeeld? Ja, dat weet ik zeker. Ik heb dat soort van experimenten al verschillende keren gedaan, met nog andere echtpaar, ja. Met andere mensen, ook vrienden en dergelijke. Het lukt niet altijd, want sommige van die zogezegde vorige levens zijn heel moeilijk te vatten. Ja, maar wat u nu zegt is dat mensen die elkaar nu kennen, elkaar vroeger ook gekend hebben, hè? Vaak. Of tenminste in een relatie gehad hebben. Dat zou een van de mogelijke conclusies zijn die we eruit kunnen trekken, ja. Als we dus reïncarnatie als werkgegeven aanvaarden om deze zaken te verklaren. Heeft u het kasteel gevonden waar dat gebeurd is? Ik ben met die man in kwestie naar het kasteel gegaan. We hebben daar wel meer dan één regressie op moeten doen om eigenlijk de juiste gegevens te vinden. Maar we hebben het kasteel gevonden. Hij had het kasteel ook trouwens getekend, zowel als zijn echtgenoten. Die hebben het kasteel beschreven. En het kasteel klopte eigenlijk in grote trekken met hetgeen je had beschreven. Ja, je gaat graag zo'n dingen natrekken, hè? Kijken of het wel klopt. Dat probeer ik, omdat ook een aantal van die zaken op fantasie berusten. Een aantal van die zaken worden heel sterk geïnterpreteerd van een huidig weten. Dus de mensen die bijvoorbeeld, ik geef een klein voorbeeldje, iemand ziet zich als vrouw op de brandstapel verbranden. En ik vraag hoe heet je, en ze zeggen Jean d'Arc bijvoorbeeld. Ja, dat is omdat nou logisch, hè? Associatief de eerste naam is die hem te binnen schiet. Dan heb je dus meer dan één regressie voor nodig om eigenlijk de ware gegevens tevoorschijn te krijgen. Maar het feit is dan toch weer correct, vindt u? Dat moet dan vroeger gebeurd zijn, die brandstapel. Dat is één van de mogelijke gevolgtrekkingen. Er zijn misschien nog andere verklaringen. Er zijn bijvoorbeeld, in het geval bijvoorbeeld van die man die zijn vrouw weer kent en omgekeerd. Men kan misschien zeggen dat dat een fantasie is die telepathisch wordt doorgegeven aan elkaar. Ja. Er zijn mogelijke alternatieve verklaringen. Maar ik vind reïncarnatie eigenlijk een vrij plausibele verklaring voor dit. Ja. Goed, we gaan eens met een aantal mensen praten die bij u geweest zijn, die u onderzocht heeft. Mevrouw Ludgaard Vistering is er een van. Mevrouw Vistering, u heeft wel 80 levens achter de rug, heb ik gehoord. Kan dat? Ja, maar ik denk wel dat het er nog wel meer zullen zijn. Nog meer dan 80? Ja. Dan bent u al heel lang bezig, mag ik wel zeggen. Hè? Ja, ik denk... Veel van die levens hebben zich in Engeland afgespeeld? Toch een deel, ja. De laatste toch zeker. Ja. Wat heeft ze bij u verteld? Want we hebben één geval van een kasteel wat nogal frappant is. Hè? Ja, dat was eigenlijk een huis. Hè. Het ging hem eigenlijk zo. Ik kreeg bij haar op een bepaald moment een vorig leven te pakken, om het zo uit te drukken. En zij zei, ja, ik heet Mary. En dat was al wat eruit kwam. Dus een heel levensverhaal over een Mary dat op een vrij chic huis ergens, een woning ergens in Engeland, werd grootgebracht. Een tweede regressie was nodig om een achternaam te pakken te krijgen. Ze zei in het begin, Haddoch. Nadien corrigeerde ze dat bij de derde regressie van nee, het is niet Haddoch, het is Haddon. Maar dan zei ze nee, die Haddon heeft er iets mee te maken, want mijn eigenlijke naam was Vernon. En er is nog een plaatsnaam ook en die kwam achteraf na de regressie tevoorschijn, een plaatsnaam dat was Rosely in Engeland. En dan zijn we gaan opzoeken en dan blijkt dat Rosely bestond en dat daar momenteel een klein museumje is getiteld of genaamd Haddon Hall. Maar heeft dat huis dus ook gevonden? Dat was het huis dat u gevonden heeft? Wij zijn daar samen naartoe geweest. Zij heeft dat huis beschreven en zij kwam daaraan en zij herkende daar bepaalde dingen niet. Ze zei, ja, het moet wel dat huis zijn. Ze had het beschreven als het liggend op een heuveltop. Ja, we zien het hier trouwens nu, ja. Zo ziet het er nu uit. Zo ziet het er nu uit. Maar zij kwam eraan en ze zei, ja, maar dat is mijn huis niet. Het is veel te groot. En we zijn dan binnengegaan op de binnenkoor en daar herkenden ze onmiddellijk een vleugel van, maar dat was de voorkant van mijn huis. Ja. En daar stond ook nog een kapel, die stond daar ook, maar al die gebouwtjes ertussen die waren er niet. En er was ook nog een toren, want daar was mijn kamertje en dat lag erachter. En we zijn dan eigenlijk naar de conservator geweest en we hebben gevraagd, want dit leven speelde zich af eind 14e eeuw, wat stond daar van Haddon Hall op het einde van de 14e eeuw? Die conservator bevestigde de gegevens die dus die mevrouw had gezien ter plekke. Ja, trouwens, u heeft ze ingekleurd op de foto waar men dus dan ziet. De gele stukken zijn degene die dus toen bestonden en die ze herkend heeft. Hè? Inderdaad. Ja. Mevrouw Vistering, even aan u vragen. Hoe reageerde u toen u daar terugkwam, waar u dan volgens u vroeger ooit gewoond heeft? Ja, als ik daaraan kwam, was natuurlijk het gevoel van... Ja, oh, sorry, maar we hebben ons vergist. Maar wel het gevoel van... Het lijkt toch wel... Het is de steen. Maar voelde u iets van daar vroeger ooit geweest te zijn? Als ik daar binnenkwam, dan voelde ik het dus heel, heel duidelijk. Ik voelde mijzelf duidelijk
mezelf niet meer. En er kwamen heel veel kleine herinneringen terug. Als ik bijvoorbeeld naar de keuken ging, dan waren er bepaalde dingen waar ik gewoon stond van te kijken. Van, bijvoorbeeld de hakplaat, dat die zodanig uitgesleten was, was voor mij zo eens even... Een herinnering. Toch wel een schok zo, ja. Er waren allemaal kleine herinneringen. Ja. Mevrouw Van Gastel, u denkt of u zegt dat u ooit eens een Joods meisje in Parijs geweest bent tijdens de Wereldoorlog, hè? Ja, dus ik heb bij Jos regressies gedaan en het blijkt dat ik dus in die periode dus een meisje ben geweest die meegenomen is geweest in de concentratiekamp. Dat vertelde u tijdens die regressie, tijdens dat onderzoek? En ik ben dus uit de concentratiekampen teruggekomen. Ik heb, dat waren dus heel emotionele regressies, omdat ik op dat moment die zaken die je dus meemaakt, dat kun je dus niet vergelijken met een droom of met een foto die je ziet. Het is ook een dramatisch verhaal natuurlijk, hè? Ja, dus je bent totaal dus weggetrokken van je familie, van je ouders, van de mensen die je graag ziet. U heeft dan een plattegrond getekend van de plaats waar... Nee, een plattegrond, nu dus een vooraanzicht van het huis. Een vooraanzicht, ja, sorry. We zien dat hier trouwens de gevel van het huis, zoals u het tekende. En nu zien we een foto die gemaakt is door Jos Hermans. Kijk, dat heeft u dan ontdekt, meneer Hermans, in Ja, ze in had dus een huis beschreven in de rue Jean-Jacques Rousseau, een straat waar ze het bestaan niet vanaf wist, in haar huidige leven eigenlijk, waar ze ook nog nooit niet geweest was. En ze had gezegd, ja, numero 17, want ik zie het dat mijn moeder bijvoorbeeld in een soort gotische letters de cijfers erop schildert. En dan ben ik gaan kijken in de rue Jean-Jacques Rousseau nummer 17. Inderdaad, dat huis stond daar ongeveer zoals zij het getekend had. Het was lager dan de twee belendende panden. Het was een restaurant, hè? Het is nu een restaurant geworden. Ja. Zij had ook een plattegrond wel degelijk getekend na de regressie. Ja. Of die hadden we samen opgesteld zoals het er toen uitzag. Bijvoorbeeld, men kwam binnen langs de linkerzijde. Daar was dan een toonbank en dan moesten nog twee deuren open doen om haar fiets op een stalletje ergens op een binnenkoortje te plaatsen. En dat klopte allemaal? En dat klopte exact met het plan van het restaurant. Want we zijn dus in het restaurant geweest en we hebben dus gevraagd aan de uitbater, kijk, is dat daarboven geen koortje? En deze muur hier, is dat geen valse wand waarachter zich een trap verschuilt? En dat bleek allemaal te kloppen. Ja, mevrouw Van Gastel, u moet met die herinnering leven, met dat leven van het meisje dat dan verongelukt is uiteindelijk. Ja. Is dat moeilijk om daarmee te blijven leven, met die gedachte? Nee, want het is in feite... Je krijgt dus wel emoties te verwerken. Omdat je dus bepaalde vergelijkingen gaat doen van het vorig leven met dit leven. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, ik ben in dit leven ook geconfronteerd met het afscheid nemen van personen waar ik heel veel van hield. En door dat vorige leven, dat helpt u dan daarin? Ja, dat helpt u dat wel begrijpen en vooral relativeren. Ja, ja, meneer Hermans, we hebben nog een getuige, meneer Thijs. Dat is weer een ander geval. Ja, een zeer frappant geval eigenlijk, omdat bij sommige mensen is zo'n regressieervaring heel oppervlakkig. Ze zien vage beelden, ze zien zichzelf op een andere plaats, maar daar blijft het eigenlijk bij zonder echt veel emotionele toestanden. Hetgeen met Paul gebeurde, was ook weer zeer ingrijpend emotioneel. Hij zag zichzelf als een jong meisje, dus wel degelijk in een ander geslacht dan, een jong meisje van een 6 à 7 jaar dat in een bombardement was omgekomen. Het zou waarschijnlijk in Hoboken bij Antwerpen geweest zijn, maar we zijn momenteel nog aan het proberen op te sporen wie en waar het geweest is. Ja. Hetgeen vooral opvallend was, wanneer ik hem ondervroeg, dat hij totaal van persoonlijkheid veranderde. Dus hij was dus, om zo te zeggen, in wel vrij diepe transe. En hij sprak dus echt met een meisjesstem. Ja, meneer Thijs, als u dat nu terughoort, die bandopname van toen, met uw meisjesstem, welk effect geeft dat dan op u? Welke indruk maakt dat? Zeer eigenaardig, want je kijkt, je praat, je voelt echt als meisje van 7 jaar. Ja. Je kunt eigenlijk niet echt begrijpen. Het maakt een diepe indruk toch. Meneer Hermans, we moeten hier afsluiten. U bent nog op zoek naar een aantal mensen, naar een aantal dingen die u wilt controleren. Ja, bijvoorbeeld, ik ben al jaren op zoek eigenlijk naar een leven van een zeker, of een levenseinde van een zekere Hugo of Hugoke. En die werd eigenlijk door een motor met zijspan aangereden, vlak na de Tweede Wereldoorlog, denk ik, bij de opening van een speelgoedtentoonstelling. Dus hij werd opgetild, weggeslingerd en hij kwam op een bouwwerf terecht waar hij eigenlijk gespiesd werd. Op een stuk ijzer dat later voor gewapend beton werd gebruikt. Dat heeft dus iemand u verteld tijdens zo'n regressie. Dat is dus en nu wil u weten of dat klopt. Of dat klopt, of iemand, omdat het waarschijnlijk toch in Vlaanderen, misschien wel Mechelen geweest is, ik weet het niet, of iemand daar iets van meer gegevens van dus zou hebben. Als we dat vanavond vinden, als iemand ons morgen schrijft of telefoneert, of overmorgen, dan weten we dat het klopt. Dan zou dat kunnen kloppen, ja. Is er nog zo'n geval?
Ik denk bijvoorbeeld ook weer aan een meisje dat in een bombardement of in een ontploffing in de Tweede Wereldoorlog, maar dat speelt zich dan weer in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen, dat speelt zich dan meer af in de Kempen. Een zeker Marleentje van Kalster of van Kalsteren, dat samen met haar moeder in een ontploffing of een bombardement ergens niet ver van Turnhout moet zijn omgekomen. Daar zoek ik ook al een tijd achter. Misschien gaat er ergens een licht op, hè? En dan, dat horen we wel. Dat zou de moeite zijn. Dank u voor het gesprek. Dank u. We gaan eens even kijken naar het resultaat van de televoting, of er intussen iets veranderd is. Het was bijna 50%, 50%. De ja-stemmers zijn iets gezakt. Min 1,2% gelooft nog in de reïncarnatie, minder dan daar straks. En mensen die niet meer geloven, 51,7%. Dat is gestegen met 1,1% geloven niet meer in reïncarnatie. U kan nog blijven stemmen, we zien wel wat het eindresultaat is straks op het einde van de uitzending.